Volgens mij zijn we nu in beeld. En we zijn gebleven bij de MH17 en dit wordt nieuwsuitzending nummer 93, als ik het goed heb. Ik ga het even controleren, want anders hou ik jullie, maak ik jullie nog meer in de war. Hè? Je hebt die MH17 al gehad met die afgezette A27. Even kijken waar we zijn hoor. Die hebben we gehad. En dit is 92, ja precies. Dus gaan we nu 93 doen. In deze van 92, die komt er nog aan. Die is nog op dit moment nog niet geüpload. Maar dat is de inleiding. En voor degenen die geen zin hebben om die hele inleiding nog een keer te gaan bekijken, zal ik hem even kort samenvatten. Dat is het eerste ding. Kijk, dit is nummer 1. De samenvatting gaat het trouwens om. Niet zozeer de inleiding, want die gaan we nu doen. Maar de samenvatting, die heb ik besproken. Oeh, dat is helemaal rare dingen, zeg. Maar die heb ik besproken. Van pagina 4 tot en met pagina 7. Nee, pagina 6. Dus, dat is 3 pagina's samenvatting. 3 pagina's bagger, vond ik zelf. Dit is het hoofdstuk waar ik het volgens mijn vriend over moet gaan hebben. Met een leeswijzer. En een kennisniveau. En een kennisniveau. En hoe ze samenwerken. Ja. En beoordeling van de informatie. Dat wordt echt heel spannend. Dat wordt ontzettend leuk. Maar we pakken hem gewoon eventjes op. Ik wil er gewoon even doorheen razeren. Inleiding. En ik ga even de tijd noteren. Het is nu 16:30. En nou ja, een half uur. 3 kwartier. Misschien een uur. En dan ben je er echt doorheen. Hè? Nou, dit heb ik allemaal voorgelezen. Dit is nog eventjes om het even duidelijk te maken. Dit is een beetje warrig wat hier gebeurt. Hè? Want hier staat, wat hebben wij dit is van nog steeds van, dit is van de vorige uitzending. Maar ik heb die uitzending nageluisterd en ik heb één fout niet echt bestiepeld. Wat hebben wij onderzocht? En hier staat dan, het rapport richt zich op de beantwoording van de volgende vragen. Ja, de vraag is, wat is er onderzocht? Alleen maar Twitter en Facebook? Hebben wij gesprekken gehad? Waar zijn we geweest? Hadden wij een vergrootglas bij ons, net als detective Sherlock Holmes? Of een iPad? En dan staan hier dan 3 antwoorden. Wat hebben wij onderzocht? Nou, hebben de diensten een wettelijke taak voor de veiligheid van... Oh ja, ze hebben dus in het onderzoek bekeken of de veiligheidsdiensten überhaupt wel verantwoordelijk zijn voor iets als veiligheid. In dit soort gevallen. Je kan wel zeggen het is een veiligheidsdienst, maar ja, in dit soort gevallen moeten we iedereen veilig... kom. Dan hebben ze dus deze 3 antwoorden. Op deze vraag. Maar die 3 antwoorden, dat zijn vragen. Kijk, hier staan vraagtekens. Ik wil niet zeuren, maar is een antwoord op een vraag een vraag? En dan, wat zijn onze conclusies? En wat ze dan gaan doen? Dan zeggen ze, hierna volgen de hoofdlijnen en belangrijkste conclusies van het rapport. En wat ze dan doen? Dat is gewoon deze zin. Deze zin. Hebben ze gewoon nog een keer. Ik kwam tegen de microfoon. Hebben de diensten een wettelijke taak voor de veiligheid van buitenlandse vliegroutes? Ja, ik noem dit paginavulling. En dan vooral dat dit is, ik weet niet hoe ze dit gemaakt hebben met HTML of zo. Maar dit is een hele grote spatsering. En hier staat diezelfde tekst gewoon achter een puntje. Ja, dit heet gewoon minachting voor de lezer. Ik hoop dat ik duidelijk overkom. Dat ga ik nou niet voorlezen. Ik ben hiermee klaar. We gaan door naar de inleiding, want anders komen we door dit document helemaal nooit heen. Hè. Je ziet op pagina 7. Ga ik gewoon lekker voorlezen totdat ik de slappe lach krijg. Hè. Op 21 november 2014 ontvingen wij
En ik lees het voor. Nee, zo dadelijk ga ik vertalen. Op 21 november 2014 ontving de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de commissie, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, BZK en van Defensie het verzoek een onderzoek te verrichten naar de rol van de Team A en Team B bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. Even kijken hoor. Hoe wordt besloten of iets veilig is of niet? Ja, ja. Dus dan moeten dus de algemene inlichtingen en veiligheidsdiensten en de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten, die hebben dus kennelijk samen overleg of zo. Die doen samen iets, maar ze doen het ook apart van elkaar en dan hebben ze besluitvorming. Wacht eventjes. Maar wie besluit er dan? De AIVD of de MIVD? Of is het de CTIVD? Of is het soms de GIVD? Rondom de veiligheid van vliegroutes. Ik wil gewoon weten, zijn wij überhaupt op de hoogte als er ergens een oorlog is? En ja, kijk, in Syrië, er schijnen dan alleen maar jongetjes in de ronde te lopen met Kalashnikovs of zo. En Toyota's geleverd vanuit Amerika. En die hebben dan geen bukraketten. Als er in een regio luchtafweersystemen staan, moet je daar dan wel overheen vliegen. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen had je bomber Harry. En die stuurde zijn piloten gewoon over Duitsland heen. Want bombarderen die oude vrouwen en die bejaarden en die kleine kinderen. Rot op met die Duitsers. En die Duitsers die hadden dus luchtafweersystemen. Maar die jongens die graag voor bomber Harry, graag al die Duitse bejaarden en vrouwen en kleine kinderen wilden bombarderen. En daar houden ze van of zo, weet ik veel. Maar die wisten dat ze over luchtafweergeschut gingen. En moet er een instantie zijn die dat onze, ja, die niet per se militair bezig zijn? We gaan gewoon op vakantie naar Kuala Lumpur, hola die. Moet er een instantie zijn die ons gaat vertellen, oh, dat kan je daar beter niet doen? En hoe werkt dat dan? Nou, dan lees ik weer voor. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV. Ah, nu word ik echt fucking mad. Dit flikken ze me niet. Gadverdamme. Zien jullie dit? Kijk, als je mijn boosheid niet deelt, dan ga ik per morgen spring ik van de brug, jongen. De luchtbrug dan natuurlijk, hè? Dan verdwijn ik gewoon naar Suriname. Heb je nooit meer last van mij? De OVV staat hier, toch? En dat is een afkorting van dit. Of ben ik gek? Ja, kan er wel Nederlands. Spreekt er geen Vlaams of zo? Gaan we terug naar de samenvatting. Ja, dit bedoel ik allemaal grappig, hè? Niet dat je denkt dat ik boos ben of zo, maar. Maar dit kan dus echt niet. Dit is gewoon echt te belachelijk voor woorden. Kijk, hier staat hij. Ja. Zie je, eerste zin. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV. De bedoeling is, kijk, dit is correct. Hier heb je dus de volledige term. Hop. Dan zeg je om papier te besparen, omdat je namelijk ecologisch bent, maak je een afkorting. Heb je minder printer inktverbruik. Ja? En dan zeg je hier de OVV. Dat is correct. Zien jullie het hier? Ja? Onderzoeksraad voor Veiligheid en dan tussen haakjes OVV. Als jullie dit allemaal uitluisteren, dan kunnen jullie morgen gewoon allemaal gaan aanmonsteren bij de overheid voor 6.000 euro netto in de maand, want jij kent tenminste Nederlands. Het is gewoon Nederlandse les, helemaal gratis. Wat staat hier? Als afkorting. De OVV? En in dat kamerstuk hadden ze het over de hoofdletter O, kleine letter V, hoofdletter V. Dat is toch weer een andere. Dus we hebben nu drie afkortingen. Maar we blijven gewoon de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hè?
En wat is dan dit? De OVV. Volgens mij staat hier... Nou ja... Nee, dit is weer gewoon gebruikmaking. Want er had moeten staan de OVV. Hè? Want de is de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die wordt afgekort als de OVV. Oh. Waarom lezen deze mensen niet gewoon de tekst even na? Ik heb het meegemaakt dat programmeurs... Ik zit in de ICT, hè. Ja, de programmeurs hadden gewoon geen tijd om te testen. De lat van de specificaties, die lag gewoon weg hoog. Dus die programmeurs, die programmeerden door tot 3-4 uur 's nachts. En om 6 uur 's morgens werd die software live geïnstalleerd. Ja, en toen zijn de dingen fout gegaan. Vind je het gek? Klanten boos. Baas van het magazijn stikzagrijnig. En dat mocht natuurlijk ook niet. Maar dit. Hier hebben ze maanden de tijd voor gehad. 8 maanden de tijd gekregen om dit te schrijven. En niemand heeft het nagekeken. Niemand heeft het... De volgende onderzoeksvragen zijn aan ons voorgelegd. Wat is de formele structuur tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en ministeries met betrekking tot het informeren van veiligheidsdreigingen? Nou, dit is voor het eerst dat ik dit woord zie. Want daar gaat het mij om. Het was tot de bedoeling dat die piloten, die nemen alle risico. En die gaan daadwerkelijk met die aeroplanen into the air. En maar hopen dat je in Ibiza eindigt op een veilige manier. Of op Kuala Lumpur. En de luchtverkeersleiding, die controleert toch of jouw plan klopt. Maar nu voor het eerst zijn ze dus zich bewust van het feit dat je misschien behalve de luchtvaartmaatschappijen, en daar bespreken ze ook van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en de eventueel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Ja, maar nu pas voor het eerst van de luchtverkeersleiding in de inleiding. Oké. En ministeries. Ja, die hele... Laat me over ophouden. Welke zijn de concrete activiteiten van deze twee diensten bij het uitwisselen van informatie... Van informatie met voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen. Wat is de structuur en wat heb je gedaan? Welke informatie hadden de twee, die twee diensten? Hier staat weer de AIVD en MIVD. Hier staat twee diensten. En hier staat de AIVD respectievelijk de MIVD. Ja, waar hebben we het nou over? Gewoon gewauwel in de ruimte. Oom Piet, die noemen we af en toe Tante Gerard in het kader van een grap. Ik word er toch doodmoe van. Welke informatie hadden onze twee teams voorafgaand aan het neerstorten over de mogelijkheid dat we wel eens zouden kunnen neerstorten? En in hoeverre hebben zij deze informatie gedeeld met voor de luchtvaartveiligheid relevante partijen? Wat waren de overwegingen om dit wel of niet te doen? Dit hebben ze in de samenvatting ook al zo mooi gezegd. De commissie heeft op 6 januari 2015 aangekondigd dat zij het verzochte onderzoek zal uitvoeren. Dus ze hebben over het onderzoek 4 maanden gedaan. En wat komt er dan uit, is dat ze dit, de opbouw van dit toezichtsrapport is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft de procedure die bij dit rapport is gevolgd en de onderzoeksmethode van de commissie, van ons en ons. Beschrijft de procedure die bij dit rapport is gevolgd en de onderzoeksmethode.
Het zijn dus kennelijk twee verschillende dingen. Ik snap dat niet. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Daar heb ik heel veel onderzoek gedaan. Maar er was geen mogelijkheid dat ik een onderzoek kon doen zonder te rapporteren. Wat is het verschil tussen onderzoeken en rapporteren? Heb je daar twee verschillende methodes voor? Oh, ja joh. Of zit je mij hier gewoon voor de gek te houden? Hoofdstuk 3 bevat het juridisch kader dat van toepassing is op de rol van de twee teams. Bij de besluitvorming over vliegroutes. Mooi, die moeten we even gaan onthouden. Dus hier maak ik uit op dat de AIVD en de MIVD die weigeren bij hoog en laag om met name deze mensen, hè, of je nou een Nederland of je alleen de KLM vertelt of de wat, maar je moet Schiphol vertellen dat er iets niet deugt boven de Oost-Oekraïne en dat jij echt denkt van hier is een probleem. Dat verdommen ze om dat zelfstandig te melden. Ze verdommen het om een website in te richten die online gewoon, als een of andere militaire instructeur, die weet gewoon, daar staat een bukraket mogelijk, daar is een luchtafweer geschud. Kan je tegenwoordig over Syrië vliegen bijvoorbeeld? Dat is, lijkt mij een terechte vraag. Kan je over Libië vliegen? Is dat ook al gevaarlijk? Kan je over Afghanistan vliegen? En die info, die krijg je gewoon niet. Het gaat om het juridisch kader. Er is een juridisch kader. En dat bepaalt in hoeverre de AIVD, dus de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst mogen meebeslissen over vliegroutes. En dat staat allemaal in de wet. Dat is fijn. Hoofdstuk 4, dit hoofdstuk 3 gaat alleen maar over het juridisch kader. Ja? Dat is gewoon gelul in de ruimte. Hoofdstuk 4 richt zich op de onderzoeksvragen A en B. De formele structuur. Op welke manier wordt er overlegd? Is dat iedere vrijdag met de Vrijmibo? Of doen jullie ook overleg op dinsdag? Ga je altijd op bezoek bij die ander of heb je een gezamenlijke locatie afgesproken? Het wordt uiteindelijk natuurlijk genotuleerd en wie beoordeelt de notulen en hoe worden die vastgelegd? En vraag B is, wat heb je nu eigenlijk gedaan? Nou, het antwoord op vraag B is, helemaal niks. Dat is wat ik zeg, want dat is wat ik vind. Ik vind dat ze helemaal niks hebben gedaan. Maar dat is gewoon mijn mening. Nou, A en B die gaan beantwoord worden in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4, sorry. En hoofdstuk 5, daar zit ik even aan te denken. Want daar staat de echte koriedrek in. Dat ga ik denk ik in deze niet halen hoor. Ik wil ze een beetje aan de kortere kant houden. Kan ik nou naar de volgende? Ja, dan naar de volgende. Ja. Krijgen we nog meer toe dingen ze? Hoofdstuk 5 gaat over de situatie voorafgaand aan het neerstorten en richt zich op vraag C. Hoofdstuk 6 bevat de conclusie. Hoofdstuk 7 bevat de slotbeschouwing. Nou, geweldig. Ik zou zullen zeggen van hoofdstuk 7 had je gewoon moeten noemen als titel slotbeschouwing. En hoofdstuk 6 had je moeten noemen eindconclusie. En hoofdstuk 5 had je moeten noemen antwoord op vraag C. Dan hoef je niet hoofdstuk 5 toe te lichten. Dan hoef je ook niet hoofdstuk 6 toe te lichten. Dit is paginavulling. Het toezichtsrapport, dat is dus niet het eindrapport, hè? Stond het eindrapport ook alweer. Dat was de vorige pagina. Die pak ik niet toe. Maar pak ik niet terug. Van ons is op 10 april 2015
aan de OVV verstrekt om in zijn geheel als bijlage te worden gevoegd bij het rapport dat de OVV over de besluitvorming rondom vliegroutes zal uitbrengen. Nou, ik ben benieuwd wanneer ze dat gedaan hebben. Laat ik het simpel houden. Stel, er is een gebied, heel erg urban. En er zijn wijken in en dat zijn no-go areas. Moeten taxichauffeurs op de hoogte zijn van de no-go areas? Of is het helemaal niet nodig om een taxichauffeur daarvan op de hoogte te brengen? Kijk, als jij in Amsterdam een taxichauffeur bent en iemand vraagt in jou van, kan ik even naar Bannen Buiksloot? Ja, dan weet je als Amsterdammer wel van, maar waar naartoe in Bannen Buiksloot? Want daar is niet alles even veilig. Maar als jij een taxichauffeur bent uit Groningen en iemand moet naar Bannen Buiksloot, want dat kan ook. Moet je nou die Groningse taxichauffeur op de hoogte brengen dat de woonsituatie, de woon- en leefsituatie, zoals onze fijne gouvernant altijd zo mooi zegt, dat de woon- en leefsituatie in Bannen Buiksloot niet veilig is, dat is het nodig dat die Groningse taxichauffeur daar op enige of andere manier van op de hoogte kan zijn? Daar gaat het om. En niet of jij gaat beslissen of een Groningse taxichauffeur wel iemand naar Bannen Buiksloot mag brengen. Het moet gewoon duidelijk zijn wat ze weten. Als zij weten dat er in de Oekraïne gevochten wordt met luchtafweersystemen, horen ze dat gewoon te vertellen. Punt. En op een dusdanige manier dat ze op Schiphol weten van oké, dan gaan we zigzaggen over de andere kant. Opzet van het onderzoek. Hoofdstuk 2. Dit rapport bevat geen geheime bijlagen. Ja, dus nu moet ik al gelijk helemaal braken. Even. WIF 2000, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Geeft ons de taak. Wij hebben. Onze taak is beschreven. Wij houden toezicht op de rechtmatigheid van het functioneren van de team A en team M. De vragen die aan ons zijn voorgelegd, vallen hier niet direct onder. Oké, dat is mooi. We hebben wel het onderzoek gedaan. Nou, maar dat is aardig. Ze wisten gewoon dat ze. In principe hadden ze helemaal geen antwoord hoeven geven. Maar ze dachten, ach kom, laat maar even doen. Ja, voor €6.000 netto in de maand. Dan wil ik ook wel als brunette in Brussel op mijn rug gaan liggen. Op het strand dan natuurlijk of zo. Niet dat ik rare dingen zeg. De grondslag hiervoor blijkt uit het verzoek van de grondslag hiervoor blijkt uit het verzoek van de beide ministers. Oké. En waar is dat verzoek dan? Wat is dan de grondslag? Die grondlage. De beide ministers. Ja, die waren samen op de golfclub en die hebben op de achterkant van een bierveeltje hebben ze wat gepent of zo. En daarna zijn ze leukere dingen gaan doen. Dat was het dan. Anders dan voor. Oh,
We hebben de wet over... Ik zal het even voorlezen. Anders dan voorgeschreven volgens de WIF 2002... rapporteren we... in dit... Even voorlezen. Dit is zo Nederlands. Zo lelijk Nederlands. Rapporteert de commissie haar bevindingen in dit geval rechtstreeks aan de OVV. De ministers zullen het rapport niet tezamen met hun reactie aan de beide kamers van de Staten-Generaal toesturen. De OVV maakt het rapport van de commissie samen met zijn eigen rapport openbaar. Hierbij hebben de ministers en de OVV afgesproken dat de OVV het rapport van de commissie eerst aan de beide ministers voorlegt ten behoeve van de controle op aanwezigheid van staatsgeheime informatie voordat de OVV... Oh, sorry, dat kan ik echt niet uit. Voordat de OVV het rapport van de commissie openbaar maakt. Oh, voel je hem al? Kijk, kijk, aanwezigheid van staatsgeheime informatie. Wat dacht je van de aanwezigheid van tikfouten? Volgens mij wil de overheid gewoon dat ik me doodlag, want dan zijn ze van me af. Wat de fuck is staatsgeheime informatie? Ga toch weg. Het enige wat je had hoeven doen is tegen die verkeersleiding van Schiphol zeggen. Van joker, hier niet. Gewoon met een kleurpotlood. Gewoon eventjes. Dat is alles. En dan vraagt Schiphol, waarom niet? Zijn dat de pro-Russische separatisten? Is dat Poetin zelf? Of is dat de Oekraïnse regering? Of is het de paus? Ja, dat is staatsgeheim natuurlijk. Ja, de paus moet niet in de gaten krijgen dat wij in de gaten hebben dat we hem in de gaten hebben. Als ik het, dat was een heel ingewikkelde zin, maar die klopte wel. De vijand moet niet in de gaten hebben dat je hem in de gaten hebt. Sun Tzu. The art of war. Kijk, staatsgeheim, ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken. He, die arme mensen en hun families, die zijn dus op. En dat was vanwege staatsgeheim. En dat is wel gebeurd. En dat konden we wel in hoofdstuk 5. Dit rapport bevat geen geheime bijlagen. Nou, dit kan ik je even heel mooi gaan uitleggen hoe taal in elkaar zit. Gewoon een les in taal. En in metafysica en logica. Ik ben bij de Jezuïeten geweest. Ik weet ervan. Als je zegt geen, dan zeg je niks. Dit is geen woord. Dus, je kan tegen een vrouw zeggen, er komt een vrouw bij jou en die gaat op de bank zitten en geef je haar een, iets lekkers. En dan zeg je tegen die vrouw, ik wil geen seks met jou. Heb je een grote kans dat die vrouw gelijk opstapt? Ja, het ligt er een beetje aan wat voor vrouw het is. Sommige vrouwen willen gewoon wel degelijk seks. Ik bedoel, ik ken ze bij naam en ook de rest ook. Er zijn van die vrouwen die vinden het gewoon leuk als je het woord seks zegt. Je kan tegen je hond, kan je zeggen, jij krijgt geen cookie. Nou, dan gaan die oren van die hond gelijk overeind. Wat? Cookie? Het woord geen is inhoudsloos. Hier had moeten staan. Wij hebben alles netjes overlegd. Maar dat had er ook helemaal niet over staan. Want je mag er toch van uitgaan dat dit rapport, dat kamerstuk To Die, hè? Dat stond links onderin. En dat was numerologisch. Kijk die eerdere uitzendingen nog maar even terug. Maar daar stond To Die. Dat heeft volgens mij €500.000 netto gekost. En met alle nakomende kosten misschien wel €50.000. €500.000. En wat heeft dit gekost? Want hier hebben ze ook nog een grafisch bureau bijgehaald.
En ze hebben de allerergste typfouten en zo, die zijn er wel uit. Maar het probleem is dat de inhoud van de tekst, die klopt niet. En die konden die grafisch medewerker er niet uithalen. Dit rapport bevat geen geheime bijlagen. Ja, het zou een mooie boel zijn. Maar er zijn dus kennelijk wel degelijk geheime bijlagen. Dat mag je hieruit opmaken. Want zo werkt taal. Je kan tegen iemand zeggen, zal ik jou niet voor je bek slaan? Dat kan je gewoon tegen iemand zeggen, dan heb je gelijk ruzie. Dat moet je vooral doen op het verkeerde moment met iemand die... Je kan wel niet zeggen of geen zeggen, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom wat je wel zegt. Dit rapport bevat geheime bijlagen. Dat staat hier. Dit rapport ruikt naar de geur van geheime bijlagen. Ik zweer hoor, ik zweer echt dat ik de waarheid spreek. De commissie, ik denk, oh ja, methodiek. Dit wordt ook leuk. Oké, ik ga het nu gewoon proberen. Ik ben pas een half uur bezig. Oké, ik ga dit gewoon nu eventjes uitratelen. Net als Noralie Beijer van het NOS Journaal. En dan net zo netjes. Ik steek eerst even mijn checkje aan. Ik moet goed ademhalen, want Noralie Beijer in die tijd, of die, hoe heet het, die mooie ook alweer, heet die nou Pia Dijkstra of zo? Die van Schiphol. Haar man, die was de baas van Schiphol. Prachtig Nederlands. Konden die twee dames spreken. Mooi met de punten en de komma's. Dus nu ga ik het ook doen. En ik hou het kort. En dan kom ik aan. De methodiek die gevolgd is door de commissie. De commissie is kort na ontvangst van de brief. Sorry. Oh, ik ben fout begonnen. De commissie is kort na ontvangst van de brief van de beide ministers gestart met een voorbereidend onderzoek. In deze fase heeft de commissie oriënterende gesprekken met de leiding van de AIVD en de MIVD gevoerd, een verkennend dossieronderzoek bij de beide diensten uitgevoerd en een plan van aanpak voor het onderzoek opgesteld. De commissie heeft zich in haar onderzoek gericht op de periode van 1 januari 2014 tot en met 17 juli 2014. In het onderzoek heeft de commissie 17 personen gehoord. Een aantal personen... Dan moet ik weer lachen. Sorry. Dat was niet bedoeld. Ik wilde dit serieus doen. Een aantal personen is twee keer gesproken. In totaal heeft de commissie 20 gesprekken gevoerd. Het gaat met name om medewerkers van de beide diensten. Daarnaast heeft de commissie uitgebreid dossieronderzoek bij de beide diensten gedaan. Het onderzoek bestond uit twee fasen. De eerste fase kenmerkte zich door oriëntatie en verdieping. In deze fase is een eerste zoekslag verricht in de systemen en is het materiaal opgevraagd dat de diensten zelf hadden vergaard in het kader van interne onderzoeken naar het kennisniveau voor de crash. Dit materiaal is bestudeerd en vervolgens getoetst en aangevuld in gesprekken met de betrokken medewerkers. In de tweede fase heeft de commissie een zogenaamde cross-check. Cross-check, hoe moet je dat? Is dat een Nederlands woord? Een cross-check is gewoon een tweede... Een cross-check uitgevoerd in de digitale systemen van de dienst. Aan de hand van brede zoekslagen zijn de systemen doorzocht
om na te gaan of alle relevante documenten waren gevonden. Met deze aanpak heeft de commissie een volledig beeld verkregen van het kennisniveau van de beide diensten voor de crash van vlucht MH17. Zo de knetter, wat is dit slecht taalgebruik. Ik ga even kijken waar die eindigt. Oh ja, dan krijg ik nu hoofdstuk 3, juridisch kader. Nou, dan gaan we echt braken. Die wordt vast nog veel erger. Nu gaan we even vertalen. Wij hebben echt niet te lang gewacht nadat we opdracht hadden gekregen om te gaan onderzoeken. We hebben als eerste voorzichtig gesproken met de leiding van de twee diensten, de respectievelijke leidingen, dus allebei hebben we even voorzichtig, ja. En ja, heel even, ja, ja. En toen hebben we bekeken wat we gaan doen. Ja, dat vind ik mooi. Dat is een mooie methodiek. Dat is echt heel verstandig, hè? Als je, stel je bent een bouwvakker, hè? En iemand vraagt aan jou van, ja, mijn kozijnen die zijn rot en kan je ook wat, hè? Dan ga je eerst even een oriënterend onderzoekje doen. Hè? Je gaat niet gelijk met je bus en allemaal kozijnen erin. En toet toet, daar ben ik. En dan blijkt het, ja, dat die muur was gewoon scheef gezakt. Dus je kan het kozijn wel vervangen, maar wat heb je eraan? Je moet altijd eerst even gaan kijken. Dat is ook met mij. Ik ben automatiseerder. Je kan met mij in gesprek gaan, maar het eerste gesprek, dat is oriënterend natuurlijk. En dat ze dus zeggen dat we als eerste oriënterend bezig zijn geweest, ja. Ook wel leuk voor jullie als voor het Nederlands, hè. Dit is ook een soort cursus Nederlands. Maar dit woord, oriënteren, daar komt, even kijken wat Mac gaat doen, ja, oké. Okay. Dat is van dit woord afkomstig, oriënt. Oosters heet dat. Je hebt de oriëntale gedachte en de occidentale gedachte. Ik vind ze allebei goed hoor. De commissie, dus wij, hebben gekeken naar de gegevens vanaf 1 januari tot en met 17 juli 2014. We hebben 17 mensen gesproken. Een aantal daarvan is 2 keer gesproken. In totaal heeft de commissie 20 gesprekken gehad. Nou, dit is dus een puzzel, dit is wiskunde. Dat is ook een manier om te liegen, hè? Dus, er zijn 17 mensen gesproken en er zijn 20 gesprekken gevoerd. Met hoeveel mensen is 2 keer gesproken? 3, denk ik. Wat denk je zelf? Dus in het onderzoek heeft de commissie, in het onderzoek zijn er 17 personen gehoord, gesproken. 14 daarvan, dat was in 1 keer klaar. En 3 ervan, die hebben we nog een keer gesproken. Oké, dat is mooi. En wat was het verschil tussen die 14 die niks te vertellen hadden en die andere 3 die wel wat te vertellen hadden? Wat voor mensen waren het eigenlijk? Oh, het waren medewerkers van beide diensten. En daarnaast heeft de commissie uitgebreid het dossieronderzoek bij de diensten gedaan. Dit is denk ik ook wel een grapje hoor. Beide. Het is natuurlijk wel correct. Maar dan is het weer de MIVD en dan de AIVD of de MIVD respectievelijk de AIVD. Het zijn gewoon toch die twee teams. Die twee clubs die een vast salaris hebben en een mooie Audi 6 of zo.
En ik wil geen Audi 6. Ik ben niet jaloers op mensen met een Audi 6. Bij mij mag je die Audi, behalve Audi 80, dat vind ik wel een mooie auto. Ja. Die worden niet meer gemaakt. Het onderzoek bestond uit twee fasen. Nou, dat heb ik uitgelegd. Kijk, voorbereidend onderzoek. Dat was het eerste onderzoek. Ja, dan heb je dus twee fasen. Dat lijkt me nogal wie dus. En dan gaan ze herhalen. Dat is een kwestie, dat is de leugenaar. En de leugenaar gaat altijd opnieuw vertellen dat wat waar is. Dus, dan kan je, ja, moet ik een voorbeeld van maken? Maar het is echt zo. Iemand die liegt, die blijft alsmaar zeggen dat wat waar is. Dus dan vraag je aan die leugenaar van, ben jij gisteravond in Amsterdam geweest? En die leugenaar zegt, ja, ik heb gisteravond een leuke avond gehad. Het was net alsof ik in Amsterdam was. Ik heb gewoon een leuke avond gehad. En jij blijft maar vragen, ben je in Amsterdam geweest? En die leugenaar blijft maar vertellen, nou, tante Jo, die is spruitjes wezen kopen bij de supermarkt. En daarna hebben we spruitjes gegeten. Die leugenaar die liegt gewoon. En dat doen leugenaars door de waarheid, dat wat wel waar is, te herhalen. En dan met name de dingen die er niet toe doen. En die blijf je gewoon maar zeggen. Dus inderdaad, een onderzoek, dat zou dus in principe heb je twee fasen. Eerst even een scannetje doen. Dat had je op 17 juli moeten doen. En op 17 juli had je gewoon iets van 40 Hollandse jongens allemaal wop. Op het vliegtuig. En een paar van die lesbiennes erbij. Dat je niet van die sekspartijen krijgt tussen die jongens en die. Ze moeten wel onderzoek doen en niet voetenmassages gaan geven. In de Oekraïne. Want leer mij die mensen kennen. Of getrouwde vrouwen met ballen. En die mogen ook mee. Maar die zijn er niet veel. En dan voor de rest gewoon allemaal jongens. En die moeten er gewoon naartoe en die gaan oriënteren. Die gaan naar het oosten. Want Oriënt betekent oosten. En daarna, als je die info hebt, dan ga je acteren. En dan ga je weer oriënteren. En dan ga je weer acteren. En dan ga je weer oriënteren. En dan ga je weer acteren. En dan ga je weer oriënteren. Net zolang tot je erachter bent. En zij hebben het maar twee keer gedaan, kennelijk. Ze hebben zich eventjes georiënteerd. De eerste fase kenmerkt zich door oriëntatie. Ja, dat is dus dubbel op, hè. En verdieping. Oh ja. Verdieping in wat? Oh, ik snap het al. Ze hebben allemaal dossiers opgevraagd bij de MIVD en de AIVD. En toen zijn ze gaan mediteren. Toen zijn ze helemaal in zichzelf gegaan en hebben ze die hun innerlijke kind gevonden. En ze waren helemaal diep. Oh. Ja, het kostte patiënten, zo'n MIVD, wat is dit? Het is de CTIVD, weet je wat? Het kostte patiënten, maar dan krijg je ook wat. Dus de CTIVD, die heeft eerst al die oriënterende info gekregen. En die is toen helemaal gaan verdiepen. Maar wat moeten we hiermee, zeg? Oh. In deze fase is een eerste zoekslag. Nou, ik weet niet of dit een woord is, hoor. Maar is in de systemen, welke systemen eigenlijk? Bukraketsystemen? En is het materiaal opgevraagd dat ze zelf hadden vergaard? Oké, ik snap hem. Ja, kijk, de diensten hebben ook gewoon materiaal gekregen. Ja? Dat hadden ze niet zelf vergaard. Ja? En dat materiaal wat die diensten gekregen hebben, ja, ja, dat is niet opgevraagd.
Dat staat hier. Zelf hadden vergaard. Goed kijken, dit is een positieve of een negatieve, wat noemen. Maar dit is een duidelijke aanmerking. Het materiaal dat de diensten zelf hadden vergaard. In het kader van interne onderzoeken naar het kennisniveau voor de crash. Oké. Dus het AIVD, of de AIVD en de MIVD, die hadden dus al een intern onderzoek opgestart na 17 juli, dat iemand had gezegd, GIVD wisten wij hier niks van. Oké. Maar wanneer zijn die onderzoeken dan opgestart? En mogen wij dat onderzoeksmateriaal zien? En wie heeft er opdracht toegegeven? Of was het gewoon uit hun eigen beweging? Nou, uit hun eigen beweging had ik liever gehad dat ze doorgebriefd hadden, dat ze wel degelijk wisten dat je niet met een burgerluchtvaartdinges, ook al vlieg je op 10 kilometer hoogte, 30.000 voet, zoiets is dat. De militaire luchtvaart die zit iets lager, die zit iets onder de 10 kilometer. De burgerluchtvaart, die heeft alles vanaf 7 kilometer hoogte of zo, tot en met 10, 11. En dan daar nog weer boven heb je weer een militaire zone. Dit materiaal is bestudeerd en vervolgens getoetst. Dat lijkt me wel, ja, kijk, wat is het verschil tussen bestuderen en toetsen? Ik bestudeer dit nu, samen met jullie. En mijn toetsing is daarmee menen, tekel. Dit is bagger. Ik zou dit nooit aan, als jij commander Columbo, inspector Columbo was. Ik zou jou nooit dit geven als aanwijzing wie het gedaan heeft. Ja, behalve dat het circumstantial evidence is. Omstandig bewijs. Dit materiaal is bestudeerd en vervolgens getoetst en aangevuld in gesprekken met de betrokken medewerkers van die diensten. Ja. In de tweede fase hebben we alles nog een keer gecontroleerd. En toen pas hebben we de computers, digitale info gekregen. Facebook en YouTube en zo, zoiets. Twitter. Aan de hand van brede zoekslagen. Welke brede? Hoeveel eigenlijk? Zijn de systemen doorzocht om na te gaan of alle relevante documenten waren gevonden? Oké. Hoe kunnen ze nou weten of alle relevante documenten er zijn? Hebben zij een lijst van relevante documenten? Een relevant document nummer 1A. Hebben ze die? Ja, die hebben ze. Oké. Relevant document 1B. Hebben ze die? Ja, die hebben ze. Relevant document 1C. Hebben ze die? Ja, die hebben ze. Dus kennelijk heeft de CT-dinges, de IVD, de GIVD, die wisten dus gewoon of alle relevante documenten er waren. Oké, joh. Is kennelijk nog een inlichting- en veiligheidsdienst hier in Nederland. En die briefde direct door aan de CTIVD. Zodat de CTIVD kan controleren of de MIVD en de AIVD ook wel die relevante documenten hebben. Nou, met deze aanpak hebben we een beeld gekregen. Maar dat zegt niks over de methodiek. Want wat hebben we nou gehoord over de methodiek? Wat ze zeggen van nou, kijk, wij zijn toezichthouder van twee teams, namelijk de AIVD en de MIVD. En we hebben met ze gepraat. Heel uitgebreid. Toen hebben we ook nog geluncht toen op kosten van de
de nabestaanden ook. Want als jij een nabestaande bent van iemand van deze vlucht. En jij gaat morgen naar de supermarkt. En je koopt, wat koop je dan in de supermarkt? Iets lekkers, een blik bonen of zo. Dan betaal je btw. En met bonen heb je misschien nog laag btw. Maar als jij bonen soep koopt, jongen. En met een paprikaatje erin en een uitje. Dan ga je voor 21% de boot in. Zodat jij over een jaar kun je weer zo vrolijk naar Perry Franciscus Martinez winkel luisteren. Want is het nog meer bagger gemaakt. Kijk, het is helemaal niet negatief wat ik zeg. Hè? Dat moet je goed beseffen. Het is gewoon heel duidelijk wat ik zeg. Namelijk. Dat is positief. En positief, dat is duidelijk. Negatief is onduidelijk. Als je me niet gelooft, dan moet ik nog een veel langere uitzending maken over Arthur Schopenhauer. Die dat niks uitlegt. Ja, 3. Juridisch kader. Nou, mij als mens interesseert het helemaal. Het interesseert mij helemaal niks. Kijk, wij willen die stoffelijk. Wij wilden, dacht ik. Ik dacht ooit dat Nederlanders. Er gaat iets mis. Dan gaan we onmiddellijk kijken. En of het juridisch mag. Wat is het juridisch kader van het neerhalen van een burgerluchtvaartding? Wat is daarvan het juridisch kader? En als het dan gebeurd is, dan vallen wij onder een juridisch kader. Oké, dus ze mogen gewoon een burgerluchtvaartding uit de lucht knallen. Dat mag gewoon. En wij moeten, we hebben een juridisch kader. En we willen wel gaan praten met de mensen die ten tijde van de ramp gewoon in Nederland waren. En die hebben een Audi 6 en dan kunnen we samen declareren. En soms declareren we op zijn ministerie en anders declareren we op mijn ministerie. Maar dat moet wel kunnen hoor. Want denk je dat het geld me op de rug groeit? De btw is pas 21%. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende vraag. Oké. Dit is echt erg. De samenleving heeft zich na. Eens even voorlezen. De samenleving heeft zich na de crash van de MH17 de vraag gesteld of de AIVD en de MIVD een wettelijke taak hebben waar het gaat om de veiligheid van vliegroutes in het buitenland. De eerste stap is te bezien wat de wet daarover zegt. Daar gaat dit hoofdstuk over. In het volgende hoofdstuk gaat de commissie in op de concrete activiteiten van de diensten op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart. Dat was dus hoofdstuk 4. Hè? Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende vraag. Valt de veiligheid van vliegroutes in het buitenland van de burgerluchtvaart binnen de wettelijke taken van de AIVD en de MIVD? De vraag had moeten luiden, wie is er verantwoordelijk voor het controleren van de vluchtroutes? Vliegroutes. Vluchtplannen. Kennelijk vliegen er gewoon burgerluchtvaartvliegtuigen met vakantiegangers over oorlogsgebied. Is daar iemand, of willen we dat gewoon niet? Daar gaat het erom. En de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, wat is dat voor een... Even denken of ik iets vergeten ben. De verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De vraag in deze paragraaf, ik lees weer voor. Is tot waar de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid reikt voor de veiligheid van het luchtruim en de vliegroutes die Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in het buitenland... Ja, hier gaan we het dus niet over hebben, want het gaat namelijk niet om een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Ja. Dus dat slaat nergens op. En dan krijgen we hier dan weer, dat ga ik ook echt niet voorlezen, dit is helemaal te erg, want dit was een Maleisische luchtvaartmaatschappij. Wat maakt mij het uit? Het had de KLM niet kunnen gebeuren? Oké, spreken we dat af. Beste Nederlanders, alleen de KLM is op de hoogte of je over een veilig gebied vliegt
En British Airways, nou wobbly wobbly hoor. En Malaysia Airlines, nou dat zou ik echt niet doen. Dan vlieg je van Amsterdam naar Kuala Lumpur en dan ga je over Syrië heen. En dan gaan ze extra laag vliegen. Ik doe het toch maar. Ja, dat moet toch maar af. Zo heb ik het niet afgemaakt. Hier gaan ze beginnen met voetnoten. Dit is voor het eerst dat ik hier dat dit dus nou is. Maar kennelijk heeft dus iemand daar op een cursus Microsoft Word gezeten. Of wordt dit met een Apple gemaakt? Maakt ook niet uit. Maar ik denk dat dit Microsoft Word is of zo. Ik denk niet Open Office, maar. Maar ze zijn dus in staat om voetnoten te maken. Nou, dat is mooi, man. De BTW die mag voor mij naar 27% te worden. Gewoon geen probleem. Met dit soort resultaten en dit soort perfecte. Ja. Kijk, hier dus. Dit staat ICAO. In dat kamerstuk wordt dit niet toegelicht. Maar hier staat het wel. En ik snap niet. Kijk, de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die wordt netjes afgekort. En eerst zeg je dan de volledige naam en dan de afkorting. En dan kan je de afkorting blijven gebruiken. Dat scheelt papier. Maar waarom nu een voetnoot? En dan kunnen ze dan vertellen dat. Even iets kleiner maken. De ICAO staat voor International Civil Aviation Organization. En dit is dan italic, schuin gedrukt. En dit niet. Ik weet echt niet waarom ze dat doen. Ik zou kiezen. Want de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dinges, die werd gewoon plain geschreven. Zonder dat je dit gebruikt. Italic heet dat. Schuinschrift. In het Nederlands staat dit voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Ja. Dat is ook een mooie paginavulling. Want dat kon ik zelf ook wel afleiden hoor. Ja. De organisatie is in 1947 opgericht bij het verdrag in zaken de internationale burgerluchtvaart, het verdrag van Chicago van de Verenigde Naties. Het heeft tot doel internationale standaarden en afspraken te maken voor een veilig en ordentelijk luchtverkeer. Prachtig! Wat heb ik eraan? Ik wil gewoon weten wie het gedaan heeft. Ik wil helemaal niet. De vraag is toch niet. Is er ooit iets afgesproken over dat als er burgers uit de lucht worden geknald, dat wij dat mogen onderzoeken? Wat trouwens helemaal geen vraag is, want als de burgers van ons uit de lucht worden geknald, dan gaan wij dat onderzoeken, lijkt mij. Toestemming of geen toestemming, dat maakt toch niet uit. Het zijn toch onze Nederlanders? Als enige gezag mag. Dit betekent dat het luchtruim boven een staat behoort tot het territoire waarover die staat als enige gezag mag uitoefenen. Wij hebben van de Oekraïne binnen no time hebben wij toegang gekregen tot dat gebied hoor. Wij waren hoofd van het onderzoek, de investigation. En dan krijg je hier weer enerzijds en anderzijds. Maar dit is apart. Maar bij die ene enerzijds en anderzijds kon ik de enerzijds als enige aanklikken. En bij de anderzijds had ik dan de hele regel. Deze dan weer los. Ja, precies. En hier is weer de hele regel. Oké. Maakt niet uit waar ik klik. Enerzijds, anderzijds, bla 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 bla. Jullie zijn Nederlanders. En jullie houden van.
dat we de A2 af gaan zetten. Hè, met de A27 erbij. En dan mogen jullie op de viaducten staan. En dan mag je mooie bossen bloemen op het asfalt gooien. En dan zorgen wij voor de marechaussees, de koninklijke marechaussees. Hou er goed rekening mee, hè. Dat zijn wel de koninklijke marechaussees. En die rapen jouw bloemen op. Ja. Op grond van het beginsel van soevereiniteit. Oh, deze kan ik mooi vertalen. Dit wordt een hele mooie. Op grond van het beginsel van soevereiniteit. Soevereiniteit. Heeft de Nederlandse Rijksoverheid dus geen bevoegdheid om maatregelen te nemen ten aanzien van een buitenlands luchtruim. Dat betekent ook dat de Nederlandse Rijksoverheid geen verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van het luchtruim boven andere staten. Kijk, een maatregel had geweest dat iemand van de AIVD, want als de MIVD gaat bellen, dan gaat Vladimir Poetin en zijn mannetjes, die denken gelijk, oh, die gaan we afluisteren. En de AIVD dan niet, hè, ja. Maar de AIVD die had dus geen bevoegdheid om maatregelen te nemen. De AIVD die mocht dat niet zeggen, mensen. Maar dat is op grond van het beginsel van soevereiniteit, snap je? En er mocht gewoon niks gebeuren, jongen. Kijk, als het onveilig is boven Vlagtwedde. Dus in Vlagtwedde is er een Vlagtweddiniaanse afscheidingsbeweging en die heeft een bukraket gescoord. Ja, dan wordt aan vliegveld Ede wel doorgegeven van niet over Vlagtwedde vliegen. Want daar zit een luchtafweersysteem van de afscheidingsbeweging van Vlagtwedde. Maar als de afscheidingsbeweging in Oost-Oekraïne zit, ja, dan is de AIVD zonder meer het zwijgen opgelegd, want ze hebben geen bevoegdheid. Je gaat toch niet als AIVD iets vervelends zeggen over Oost-Oekraïne? Dat is beledigend, jongen. Dat kan je de diplomatieke betrekkingen kosten. Heel goed begrepen. Als jij een beetje gaat zeggen van je mag niet over Oost-Oekraïne vliegen, want dan kan je wel eens uit de lucht geknald worden. Nou, dan krijg je een economische boycott in je nek. Dus ze mochten gewoon niks doen. Het is gewoon heel zielig. En dan moeten ze ook nog een heel rapport schrijven om te vertellen dat ze niks mochten doen. Dat is gewoon echt janken met je ogen open. Echt verschrikkelijk. Die mensen hebben het zo moeilijk. Ik wil eigenlijk voorstellen om de BTW van 23% om die over te slaan. En in één keer door te duikelen naar de 27%. Ja, want je begrijpt wel dat je na 23% BTW krijg je niet 25%. Hè? Na 23% BTW krijg je 27%. Als we dat nou in één keer doen. En dan gaan we deze arme mensen helpen. Die zijn verantwoordelijk. Hè? Maar ze hebben geen zeggenschap. En wij maar zeuren tegen die mensen van wie heeft onze Nederlanders vermoord. En zij, ja, die kunnen gewoon zeggen, jongens, we hebben geen bevoegdheid. We kunnen niks doen. We kunnen niet eens Schiphol waarschuwen. Laat staan, Airport Mechelen. Of Mechelen Airport. Hoe zeg je dat op zijn Belgisch? Weet ik veel. Nee, maar ik ga nu even stoppen. Want ik denk dat de meeste van jullie al afgehaakt zijn. Maar dit was dus, dit waren twee. Nee, ik heb dus één leiding gedaan. Dit waren drie hoofdstukken. Dan ga ik dus nu door met 4 en 5. En het leuke is, het is mij door mijn vriend beloofd, het hoofdstuk 5. Dan gaan we pas echt lachen. Je hebt zo'n mooi verhaal van de koning heeft geen kleren aan. Hè? Maar dan gaan we pas echt joken. Dus deze ga ik nu afsluiten. En op z'n Duits, want dat doe ik. Mijn familie komt uit Duitsland. Ik zal het gewoon maar eerlijk vertellen. Maar dat was in de 19e eeuw. En mijn familie, dat waren straatverkopers. En wij hebben geen enkele
echt geen enkele Jood vergast. Ook heeft mijn familie nooit nagedaan tegen Joden. En zelfs is mijn familie, in ieder geval mijn opa, is voor een deel Jood. Wij komen gewoon Duitsland. En op zijn Duitse, dan zeg ik dan tjus. En dag lieverds. En nu ga ik door met hoofdstuk 4.